November sloot af met winterweer en ook december ging met dit soort winterse taferelen van start. Maar het is even de vraag of de hele maand december in het teken van dat winterweer blijft staan. Of dat het zachte en regenachtige weer wat we de afgelopen maanden zo vaak hebben gezien, of dat geleidelijk weer gaat terugkomen. Winterweer is er komende week volop in het hoge noorden. Een hoge drukgebied ligt al een tijdje boven Scandinavië. En ook komende week wordt daar nog een hoge luchtdruk verwacht. Dus daar overwegend droog. Wel af en toe wat laaghangende bewolking en misschien een enkele sneeuwbui. En als we onze aandacht dan gaan verplaatsen naar Nederland en omstreken, zien we dat daar de lage drukgebieden het juist vaker voor het zeggen hebben. En eigenlijk een hele band met een wat lagere luchtdruk dan normaal strekt zich helemaal uit vanaf de Atlantische Oceaan over het westen van Europa richting het centrale deel van Europa. Dus dat zijn de gebieden waar dat wisselvallige weer toch vaak wel heel bepalend is voor het weerbeeld. En de temperatuur zit daarbij een beetje op een grensvlak als we het over Nederland hebben. Die koude lucht zit dus echt in het hoge noorden. We zien hier die donkerblauwe kleuren. Daar is het echt een stuk kouder dan normaal voor deze tijd van het jaar. En Nederland bevindt zich net een beetje op de grens tussen die koude lucht, maar ook die zachte lucht die vanuit het zuiden zich steeds meer aan het opdringen is. Dit is 4 tot en met 11 december. En als we dan een weekje verderop in de tijd gaan kijken, 11 tot en met 18 december, dan zien we dat die kou een stukje verder wordt teruggedrongen richting Scandinavië. En dat die zachte lucht vanuit het zuidwesten steeds meer terrein aan het winnen is en Nederland ook gaat bereiken. En dan komen we uit op 1 tot 3 graden boven het gemiddelde. En zo halverwege december is het meestal 5 tot 7 graden in Nederland. Dus als we echt aan die warme temperaturen denken, gaan we zelfs wel weer richting 10 graden in de middag. Maar die lage drukgebieden die blijven ons nog wel even vermoeien. En dat betekent ook dat die tweede week nog vrij nat eruit ziet. Af en toe komen er dan neerslaggebieden overzetten. En met de temperaturen die ik net liet zien, wordt de kans op winterse neerslag wel een stuk kleiner. En zullen die neerslaggebieden weer voornamelijk regen gaan loslaten. Nou, verderop in december, 25 december tot 1 januari kijken we nu naar, periode rondom de feestdagen. Dan zien we dat dat hoge drukgebied in de buurt van Scandinavië ineens van de weerkaart is verdwenen. En dat eigenlijk voor een groot deel van Europa een iets lagere luchtdruk wordt berekend. En dat geeft toch wel aan dat we in die periode wel een beetje rekening moeten houden met wat wisselvallig weer. Ook weer een komen en gaan van lage drukgebieden. En nu is het nog lastig te zeggen waar die lage drukgebieden precies gaan overtrekken. Maar het geeft wel een beetje de trend aan op de lange termijn. Nou, en als we dan de temperaturen erbij pakken, die zachte lucht is echt aan de winnende hand. Vanuit het zuiden komt het steeds verder naar het noorden toe. Ook in Scandinavië is het dan niet zo koud meer. En in Nederland hebben we dan opnieuw die 1 tot 3 graden bovenop dat gemiddelde. En zo eind december is het meestal een graad of 5, 6 in de middag als maximum temperatuur. Dus met deze temperatuurkaart lijkt de kans op een witte kerst toch wel heel erg klein. We zien in deze periode rond de feestdagen wel nog een iets natter weerbeeld. Dus echt dat droge winterweer zit er op die termijn waarschijnlijk ook niet in. Dus als we dat allemaal nog even op een rijtje zetten, komende week nog relatief koud, een beetje op de grens tussen die koude en zachte lucht. Maar vanaf de tweede week komt die zachte lucht steeds dichterbij en gaat de temperatuur boven het gemiddelde uitkomen. Het blijft daarbij ook vrij nat, vaak lage drukgebieden die ons weerbeeld bepalen. En daarmee is de kans op een witte kerst voorlopig heel erg klein.